Je luistert naar De Hond in de Podcast van L1. Een podcast voor mensen die van honden houden en voor hondenliefhebbers die ook geïnteresseerd zijn in mensen. Veelbreiding is goed. Ja, had beter gekend. Moeilijke wedstrijd. Hè? Zo is het, maar die moest ook winnen. Ja, daarom. Soms wil het wel eens niet vlotten met de opnameapparatuur. Maar uiteindelijk komt alles goed. En dus praat Sjoerd Duikaerts deze keer met oud-voetballer Willy Dullens uit Sittard. In de jaren 60 maakte hij furore als speler van Sittardia, een voorloper van Fortuna Sittard. Aan zijn carrière kwam door een blessure veel te vroeg een einde. Maar nog wordt hij altijd op straat aangesproken over zijn voetbalverleden. En dat is nogal vaak, want iedere dag loopt Willy een aantal keer met hond Boyke door Sittard. Even de luisteraars, wat voor een hond is Boyke? Tietje Malteser. En dat is wat zal zien, een 20 centimeter, 15, 20 centimeter hoek, zo gaat. Ja, zo is er. Ja, en ja. Even kijken, een beetje wit bij de puutjes met zwarte, grijze vlekjes. Ja, klopt. Ja. En qua karakter? Karakter is het gewoon een heel geweldig hondje om een hoest te hebben. Ja. Hij is, het is eigenlijk een beetje, hij wordt ook, dat doet hij natuurlijk zelf ook wel aan met, dat er een beetje, bij een kind eigenlijk is, dus kind en een toes is eigenlijk. Ja, want ja. Dat vind en een sleepbios. Dus, op het bed? Op het bed, ja. Wees een idee waar dat, van u of van de vrouw? Gewoon eigenlijk, dat voor allebei, laat van mijn bios te slapen gewoon. Dan liggen we dus fijn op het bedje. Dus en, komt niks tekort, hè? Komt niks tekort, niks. Willy, gewoon even terug in de tijd. Je zit geboren en getogen in Broek Sittard? Nee, ik ben geboren in Urmond. Maar vanaf één wijk, Zeven in Broek Sittard gaan wonen. Oh, op die manier. Van die kant of van die kant? Nee, kant. Oké. Okay. Kom maar. En, dat kind is toch wel in ieder geval zeggen, getogen in Broek Sittard? Ik ben Broek Sittard, ze hebben me altijd gevuld. Ja. Ik ben altijd gevuld in de jong van Broek Sittard. Als we dan teruggaan, stil, je wordt een jaar of 12. Ja. Wat treffen we dan aan bij je toes? Wie waren de situatie toes? De situatie, toen woonden we op een boerderie in een dorp. Vooral ik verzin met Louis, Sef, Tilly en ik en mij verzin met 5 kinderen. En mijn vader was bovengronds mijnwerker. En we woonden samen met de ouders van de man op één boerderie. Zo ging dat toen nog? Zo ging dat toen nog, ja. En dat was... voor hem toch eigenlijk als kind zin, dat vond ik toch wel heel fijn en heel goed. Hey, en op een boerderij, daar zien daar eigenlijk altijd biester of niet? Of had je alleen... zouden wel, wat me nog kan herinneren, is dat ze wel varkens houden die deze zelf slachten. Laten slachten dan, door de slagen van het dorp. Zo was het wel een Broek Sittard. Ja. En een hond? Had je ook al een hond toen? Nee, toen hadden we nog geen hondje. Oh. Nee. Wie is de eerste hond dan in je leven gekomen? Oh, dat is al heel lang geleden. Toen ben ik eigenlijk getrouwd ben. Toen hebben we een fuxje, zal ik maar zeggen. Ja. En daarna hebben we eigenlijk immer een hondje gehad. Niet een hondje. Maar een hondje. Het zien altijd het kleinere exemplaren. Ja, zeker. En is dat, heet dat een speciale rij? Nee, het is wel makkelijk, vind ik. Als ze een grote hebben, dan hebben ze toch wel meer werk, denk ik, als met bijvoorbeeld deze hond. Dus, deze Boyke, die is het kleiner. En je woont hij in een flat in het centrum van Sittard. Ja, is een, een Deense dog is dat gaat onhandig. Dat is een beetje, ik vind een grote hondje op een flat, dat is sowieso een probleem, vind ik. Dus je hebt een foxje gehad. Ja. Wat nog meer? Ja, we hebben nog meer gehad. We hebben nog alles gehad. Maar ik kan me niet zo gans goed herinneren. Dat is mijn probleem. Een probleem denk ik dat ik me niet alles goed kan herinneren. Dat kan gebeuren, toch? Dat kan gebeuren. Het heeft te maken met de leeftijd. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, maar Drentse patrijzen voor ogen, daar was het groter. Precies. Ja. Een jachthond? Een jachthond, waar ook een onrustige was er ook. Dat was... Dat was in een rotzak ook. Dat was het slechter in hoes rustig te houden. Oké, en de rest? En de rest allemaal... Van hier voor ruim hebben we nog... Het is 15. Lopen van die kant op? Ja, hier die kant. Okay, lopen hier naar boven lopen. We hebben voor ruim nu. Hebben we... Wat ging maar voor? Een... Voor Boyke? Boyke hebben we voor... Ja. Kom op.
Nou, misschien schudt er dadelijk nog te binnen. Ja. Maar die wat eigenlijk... We hebben een kernterrier gehad. Oh ja. Ja, ja, dat ja, zijn, ja. Dus het andere met een kernterrier en een hond, de kernterrier is voor geen hond bang. Dat zijn ook niet zo bang voor grote honden. Oké. Okay. Dat was het agressiever. En dat hebben we vernoemd met... Dat is een 5 tenen tegenwoordig. Ja. En dat hebben we moeten laten inslopen. Wat leidde hem, s'avonds leidde hem nog eens uit. Wat rijdt trouwens Oversteek? Die Oversteek, ja. Er was er 5 tenen. En we leidde hem s'avonds uit. En de begoosting begon eens heel onverwacht te janken begoosting. Ja. En dat was eigenlijk het laatste wat er gedaan had. Het is ik omgekiept. Ja. En dan heb ik de dokter, toen kwam heel gauw de veearts. Ja. En dan zei het wel, ik geloof dat de maag hem gesprongen is. Oh. Ik kende er nog weinig aan doen. Want we rijden richting de Gemma-kapel? Ja, we gaan niet over. Ja. Ja. En dan hebben we weer... moeten laten insloten. Ja. En, maar dat hadden we helemaal. Hoi, goedemorgen. Hallo. Ja. Toen hadden we er 2 jaar. Ja. En we hebben extra de helm gepakt toen. Ja. Hij is nu 5. En de hond is nu een jaar dood, de andere. Mm-hmm. En we hebben hem gepakt om een beetje aan elkaar te wennen met de andere hondje. En ja. Dat was een fijn kuppertje was dat. Ja. Heet het boykje daar verdreed hem gehad? Of heet er gerouwd, waar anders in zijn gedrag? De koers wel merken dat boykje wel vuilde. Dat hij aan het sterven was eigenlijk, dat was zo raar voor mij. Hij ging er gewoon bij liggen, ging er. En ook zo bij de dokter komen, hij bleef gewoon bij de andere hond liggen. En toen had de dokter hem een spuit gegeven, ja, dan werd het gedaan. En wie reageerde Boyke toen? Zeuken, in huis. Ja? En smelkens vroeg, als ik dan ging wandelen, dan wordt hij altijd, hij wordt immer onrustig. Mm-hmm. En dan liep hij van de ene ook naar de andere ook. En dan was er echt, was er... Onze kernterrier was er aan het suiken altijd. Ja, ja. En wie lang heeft dat geduurd? Dat heeft toch wel even geduurd. Dat is, een soort verwerkingsproces. Ja, ja. Dat heeft er zeker. En wie was dat voor jezelf? Ja, ik voel het zelf ook. Ik heb toch ook truintjes gelaten weer. Wie je met moet er te inslopen. Dat was toch wel ook een kindje van ons eigenlijk. Ja, want dat vraag ik eigenlijk altijd aan de leiboe met de gewoon wandelen. Is een hond voor u, is dat een... Goed, een hond, is dat een gezinslid of is het echt een kindje? Een kindje is het. Ja, toch? Ja, ze wordt er bij ons, ja, dat mag ik wel zeggen. En trouwens, even tussendoor. Ja. Boyke Plas heet tegen een puilke, maar dat is wel heel bijzonder. Ja. Kunt je even uitleggen voor de lustres wie dat er had? Ja, soms heet er twee bewuste peurtjes. Ja. Deed er altijd. En een soort circusartiest, hè? Ja, je hebt dus op zijn 2 vuurpje en dan achter. En dan heet er achtermoor en dan plasser. Het is wel een prachtige dag, hè? Dit is, ja, de dag op zich is geweldig. Het is gaat fris, maar de zon schijnt en verlap hij bij de Gemma-kapel. Bij de Gemma-kapel, ja. En de Gemma-kapel is een begrip in Sittard. Gebouwd in 1938 met ronde hoogdeurentjes en opgetrokken uit baksteen. Het is de kapel die ook nou verwant is met Toon Hermans. Hier had daar zijn 40-jarig huwelijksvies en ook zijn uitvaarddeens wordt daar. Maar goed, genoeg over de Gemma-kapel. We lopen langs de kapel Weijer richting de Kolleberg. En dat is de week waar de eerste Flodder-film is opgenomen. Dat even geheel terzijde, maar altijd leuk om te weten. Als wij kunnen dadelijk over, dat is een wei. Ja. Of hier wonen ook mensen hier. Ja. En dat is even van de Kolleberg. Oké. Okay. Ja. Hé, Willy. Eigenlijk altijd hun gehad. Maar hoe kwam die leefde voor een hond? Of die passie dan vandaan? Want ja... Dat is toch voor een plezierende hond aanschaffen. Ja, dat komt ook een beetje dat ze bij de schoonouders. Want ik had een hondje al gehad. De vrouw van mij was een hond gewend toen. Ja. En toen hebben we eigenlijk ook gezegd van zelf wel een hondje pakken. En hebben we een hondje gepakt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zo gebleven. We hebben nooit geen hond gehad. Want wordt hier vanaf het begin meteen verkocht aan een hond? Of was je een beetje wenen? Nee, ik vind het fijn. Ja. Ja, eigenlijk ook gemissen eigenlijk, als er niet een hoes is. Want SG... Vermissen nog Ernie, zal ik maar zeggen. En vanochtend de kernterrier, deze Ernie. Ja. Dat we echt gemissen voor hem in het begin. Ja, wie lang heb je daar dat gevoel gehad? Ja, het gevoel is van... Maar de Chris, dan wordt hij wel een beetje meer... Hoe moet ik zeggen? Hij komt dan ook zelf gaat naar voren, dat is zo raar, vind ik. Want hij komt dan eigenlijk het smelgens een beetje opgevlogen. Ja. En dan was het goed. Ja. En... Maar normaal waren ze samen, hè. Dat was immer. Die waren immer bijeen. Dat was super. Wie is er met andere hun?
heel rustig. Mm-hmm. En als ze onrustig is, dan lijkt het meer op mij, omdat ik dan eigenlijk altijd aan een kort van vasthouden. Ja. Zit je bang dat hem gaat? Ben ik bang dat hem het gebeurt. Is dat omdat er klein is? Of? Klein, ja. Die is een ander gewoon beam, komt zo en wil en dikker. Maar de kenste ook een zien aan de hoentje. Als ze een staart begint te wapperen achter, ja, dan hoeft ze niet zo bang te zijn. Als er gaat kwispelen. Als er kwispelt. En als het als er veel spanning opzet. Zo. Ja. En de andere is ook, de kenste ook dikker een ander hoentje. En gisteravond hadden we ook van zoiets. Ja. Toen zei ze de vrouw van mij, wil even oppassen. Hoor. Maar de andere hoentje was een beetje klaar voor de aanval. Laat ik het ja, zo er zat veel spanning op. Er zat veel spanning op. En wat dat boyke dan als ze dat ziet? Boyke, dat duiken weg. Ja, dat is. Ja, ja. Die gaat op. Want Tjus kwam van iemand tegen, die had ja, een golden retriever volgens mij. Ja, een labrador, ja. En eigenlijk keken ze niet echt naar elkaar. Keken niet, nee. Allebei heel rustig en ze hadden zoiets van, ja, geleverd heel wel. Heel rustig. Ja. En is het nu zo, want je maakt Dixer ook hetzelfde rondje? Of? Ja, dit is een rondje geloof. Die loop ik binnen eerder morgen, dus daar loop ik een oer over. Kom je dan altijd dezelfde lui tegen? Veel. En, heel veel. En denk, lukt de wandeling dan wel eens ooit? Die lukt wel eens goed, ja zeker. Vooral als we dadelijk ergens komen, zijn er ook nog Fortuna supporters eigenlijk. Ja. En ja, dan wordt het toch even over Fortuna gekald. Tuurlijk, u groeit het leven. Hè? Absoluut. Ja. Absoluut. Want voor die twee illustreers die niet weten, ik kan me gast niet voorstellen. Ja. Die Dullens natuurlijk. Ja. Voetballer van Sittardia, later van Fortuna Sittard. Ja, ja. Te vroeg een einde gekomen aan de carrière. Ja. Wel veer Interlands gespeeld. Ja, wel beste speler. Ja. Of speler van het jaar. En dat is eerste divisiespeler. Wat ja, als eerste, goedzonderlijk was. Ja, dat was. Dus, als eerste divisiespeler ook bij Oranje gekomen tussen de grote klopt. Namen. Ja, klopt. Ja. Dus ik kan me dan voorstellen dat het rondje dan niks langer duurt. Dat wij toch even met u willen praten. Het duurde denk ik met zijn ongere voer ook. Of het wordt zelfs zo. Maar dat doe ik dus wel nu niet. Gewoon niet. En noem je die mensen dat koffie drinken. Dan ben ik te bang voor corona. Ik ben echt bang voor corona, moet ik zeggen. Ja? Ja, ja. Ben ik echt. En wat goed is om te weten is dat deze opname is gemaakt nog voor tot Willy wordt ingeënt. Dat is inmiddels wel gebeurd, maar toch blijf er voorzichtig. Hé, maar nog heel even terug, want je zegt, ik ben er wel bang voor corona. Ja, ik ben Heb je situaties in de omgeving gehad waarvan je zag van, dat is wel, of dat kwam heel kort bij? Ja, of? Ja. Ja, je hebt een zwager, maar die woont in België. Ze hebben het allebei gehad, de man en de vrouw gehad. Ja. En ja, goed, die vrouw al zeg maar een jaar naar mijn gezin. Omdat je. Ik wacht even heen. Ik kijk alvast even, ik kom even de auto langs. Kom. Maar is dat achterrijven wat je dan zegt van dan gewoon nog geen tas koffie drinken bij die. Ja, joh, ja, ik gewoon bewust. Ik zeg ook van mensen zeggen van. Wil je die koffie is als je wacht met ze wel. Ja. Dan is het eerst zo die zeggen. Ja, ik kom niet, zeg je. Ik kom niet naar binnen, zeg je. Want dan ben ik wel te bang voor. Want Sjus, voor dat van begossen, iedereen. Kent u geen? Ja, een hele hoop nu kennen. En dan kwam er even een mens, een pruitje, maar die kwam toch het koren bijstoren. Ja. Heb je dan toch zoiets van? Dan gewoon echt druk. Ja? Ja, dekker doen en ook zo van stop. Ja, ja. Toch het afstand bewaren. Ja, zeker. Buikje, kom. Want ik kan me zo voorstellen, kijk, soms heb ze wel eens dat als ze met de hond gaat wandelen, ik heb dat zelf ook. Ja, ja. Zeker als de hond een beetje leuk uitziet, dan komen lui van, dan willen ze de hond even aaien of even kieken. Ja. Maar ja, dat is in deze situatie misschien soms wel eens onhandig. Weet je wat ook is? De lui kennen mij niet anders hier. Als ik ga wandelen, heb ik geen biemig. Ja. Dus de lui weten allemaal dat ik gewoon een biemig heb. Ja. Boy, kom op. Hé, hey, kom. Ik heb nog iemand met een hond. Ja, die kan. Ja, dat is anders. Even kijken. Goedemorgen. Een flat footed retriever, hè? Het geide van de hond. Het geide van de hond. Het geide van de hond. Ja. 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 Alles goed? Alles, meest is goed, hè. Komt er een loop eerder dag nog altijd. En zo gaat dat. Wandelen met Willy is ook veel praten met anderlui. En natuurlijk gaat het dan altijd even over voetbal. Oh ja, fijn. Ja. Haar vader was een hele grote supporter van mij. Oké. Okay. Een hele grote. En een hele grote. Ja. En hond Boyke, deed wacht braaf tot voor weer kennen. Ja, zeker. Ja. Hoi iedereen. Hoi. Ja, zo gaat het dan tijdens een wandeling. Ja, dus ik heb ze tegen en die tegen. Het was een heel leef vrouw die. Maar de vader van haar, dat was zo'n supporter van mij. Dat was gewoon niet te geloven. Ja.
Dat is, ja. Is dat... wat deed dat me nu? Dat je toch nog steeds, want dat was een korte periode boeien gevoetbald. Ja, ja, ja. Maar dat eigenlijk iedereen weet, Boegerakomp of nu Utrecht, Amsterdam, ja, hij ja, ja, dat ja, is, zeker. Dat iedereen refereert nog aan dat voetbalverleden. Dus toch zelf nog van de kieken. Als ik denk dat ik ergens kom, ja. Ik ben pas geleden ben ik geweest bij NEC tegen Ajax. Het ja. Was NEC nog in de Eredivisie. Kom ik er ben en kunt er steeds als een... Zo'n supposed hoor, dan moet ik binnenkomen, moet ik een kaart me genomen om dat voor de Telegraaf te doen. Mm-hmm. En toen zei de man, er zitten een stukje vier meisjes aan de tafel. Daar. Zei de man, kennen jullie die man niet? Ik denk, ja, de man is 50 jaar oud, heb ik anders die meisjes die er zitten. Hè. Ja, ja. Dus ik moest eigenlijk een beetje erom lachen zo. Hè. En dan zag de man ook, beste voetballer die Nederland ooit heeft gehad, zag de man. Ja. Was toch, dat, is, ja, dat deed ik wel heel goed, ja. Maar dat ze nog altijd weten, dat ja, ja, is dus niet te geloven. Die erkenning en herkenning. Herkenning, ja, klopt. Ja, ja. En even ik, even een sanitaire stop nu, hè? Sanitaire stop, die wordt altijd opgeraapt. Ja. Er ligt geen één keuterke, zal ik maar zeggen, in de ganse stad, nee. Van Boyke in van ieder geval. Van Boyke. Nee. Ik altijd, ik gooi mijn arm tiert op. Boyke zet nog even te kijken aan een tackle die arm kent. Oh ja, ja. Zo. Ja, hallo. Hallo. Hoi, hoi. Hier, dit is pas verkocht. Prachtig hoes is dat. Oh, dat ja. Is, ziet er niet verkeerd in. Nee, dat is niet een mooie hoes. En die lullen ken ik heel goed. Ja? Ja. Had je, want voorlopig, dit is, wie had deze buurt? Dit is Kolleberg. Dit is de Kolleberg. Dit is de Kolleberg. En hij stond, laten we zo zeggen, geen misselijke huisjes. Hij stond geen misselijke huisjes, nee. Hij stond allemaal een mooie hoezer. Ja. Eigenlijk nog enig mooier als anders. Had jij willen wonen? Nee, dat had ik niet gewild. Nee. Geef je daar gedaan? Nee, dat heb ik niet zoveel om. Want ik kan me voorstellen dat je... Ik woon liever in de stad. Ja? Ja. Waar van hoe wonen? Liggen, de ja. Herkenning, de aanspraak, ja. Wat ja. Nee, het fijne is van als ik... Ja, de beste net ben ik geweest bij Joost, maar de witte waar we gewoon natuurlijk. Ja, ja, ik ben ja, ooit een keer naar Vlaanderen ja, geweest. En als ik boven voor de venster zit, ja. Kent ze door de puzzelen of ze gaat, of in ieder geval ik zit voor de venster, ja. En dan kijk ze de boete, de beste nooit alleen. Op die manier? Er lopen nooit in mijn lucht. Maar met een hond. En dat was eigenlijk ook het van de vrouw van mij. Die was in de baan, dat hadden we in een patie bungalow, een hele, mm-hmm. Hele fijne. En, die kostte niet te winnen, die vonden het eigenlijk maar niks. Maar was dat toen vlakbij het stadion daar? Of? Ja, hoe het oud stadion net gelegen. Ja. Daarvoor gewoond. Ja. Ja. En, maar ja, Sjanneke was, de vrouw was er niet zo gans gelukkig. Toen wilde ik verder hier niks eigenlijk. Nee, en toen heb je besloten dat gewoon van naar de binnenstaat. En toen zag het, als er een flat free cup zit, wilde ik gewoon meteen daar wonen. Ja, en dus is het eigenlijk een beetje gegaan. En hoe lang woont je dan nu al? 15 jaar bekend. Oké. Okay. Maar als je op vakantie gaat? Ja. Oh, dan een vermitte. Ja? Vergaan, als we weggaan, ja. Gaan we nergens alleen hier. Maar... Nergens, dan gaat dan er met. Dan gaat je ook alleen op naar vakantieplekken? Ja. Moet de hond met kind? Met maag, ja. Dus ja, ja. Als je naar een hotel gaat, dan is dat als alleen een hotel voor honden? Als hotel zeggen van, dit mag geen hondje, ja, dan kan je niet gewoon. Dat is van niet, ik heb niet met me gaan verleden. Nee? Nee, maar, dat was even heel veel in Zeeland geweest. Ja. En dat hadden voor een, ja, die huurde voor een hoes gebeuren. Ja. En dat voor altijd, zeg maar, koos er altijd met. Dus. Maar ik heb nu schat, bijvoorbeeld dat een van je kinderen heet, of een kennis of een vrouw. Ja, ja. Ja, breng de hond maar heen, dan kent Gerrits even lekker wie de weg. Nee, dat wilde van niet. Maar wilt je dat niet omdat je niet wie de weg wilt, of wilt je dat niet omdat je dan zonder de hond zit? Ja, voor een niet zo'n hond. Ja. Dat is echt ja. Een beetje een kind, hè? Hallo. Ja, zeker. Ja. Ja, daarom. Hij is eerst gewoon Jos. Je weet gewoon voor hebben doen. Als volgens haar gewoon, als de vrouw gaat winkelen, ben ik thuis. Ja. Zeg maar. En dat er dan niet alleen is? Dat er niet alleen is, ja. Maar kinderen wel alleen zien? Een kind wel alleen zien. Maar je wilt het niet? We willen het gewoon niet. Nee. Als je dat nu moet uitleggen aan lui die niks met hun hebben. Ja, oh ja. Ja. Wie zou je dan uitleggen wat de hond kan betekenen voor iemand? Ja, de hond, als ze... De geesten van houten, dat is punt 1. En ten tweede, hij deed alleen maar fijn dingen met zich. Dus ik zeg maar, geen wandelen. Ja. Als ik de hond niet hou, ging ik ook niet eerder dag dit stuk wandelen. Mm-hmm. Dat deed ik niet. En de hupschat, moest tegen kals of een kindjes gewoon eigenlijk.
Wat? Als ze bij Jozef zullen zeggen, altijd leven jong en nummer op. Je kent van alles, zeg het. Maar het hondje gaat voorop. Maar vertelt je dan nog ganse verhalen tegen de hond? Ja, waar het voor zo'n geweest. En dan zeg ik, oh, jij bedekt dat tegen hem. Dan denk ik, jongen, dat is natuurlijk braaf. Dat zeg ik van wel 20 keer per dag. Het is ook een hele brave. Het is een hele brave hond. Het is, ja. Een hondje is ook fijn om te hebben. Maar ja, de hond stelt geen lastige vragen. Nee. Hij heeft eigenlijk altijd goeie zin. Hè? Is altijd blij is ze toe. Altijd blij. Als toe skims, dan weet ze niet wat ze met maakt. Dan vlug haar ballen. Dan pakken ze, dan begint er even een kist in hoe staan. Mm-hmm. Dan zitten het deertjes in en dan zitten het poepen in. En dan is ze binnenkomt. Dan vraag ik, is er door? En dan vlug je meteen naar die kist en dan begint er met die speelgoot, zal ik maar zeggen, begint er met te gooien. Uit blijdschap. Uit blijdschap, ja. Dus je hebt er heel veel plezier van? Heel veel plezier, ja. Zien er ook wel eens momenten dat de hond lijstig is? Ik kan me niet herinneren dat ik daar van god nog aan toe. Nu plaagt hij achter het bang? Dan kreeg ik ook nooit een slag op de voet. Kreeg je nooit niks. Nee, dat hoeft toch ook niet? Altijd deze aardje, deze. Fibios is dat gebeurd. En de vrouw is er ook even gek met zich. Ja. Hé, jong. Je hebt eigenlijk het grootste deel van je leven hun gehad. Hè? Ja. Je zegt al van, ik kan me geen leven zonder de hond voorstellen. Ja. Maar toen je nog voetbalde, had je toen al een hond? Nee. Dat is pas erna gekomen. Dat is erna gekomen. Dat is gekomen wie ik getrouwd ben. De ja. Oh, dus je zit ook pas na de voetbalcarrière getrouwd? Ja. Nee. Ja. Of toch? Nee, ik ben getrouwd en geblesseerd waar. Ah, oké. Okay. Toen. Ja. Is dat dan zo? Want ik heb gelezen en je moet er maar zeker als je het dan in ieder wilt hebben. Dat vind ik ook prima. Ja, ja. Dat je toch lastig hebt gehad met het verwerken van het idee van ik kan niet meer voetballen. Dat heb ik heel erg gehad zelfs. Dus, Slijp een hond zich daar doorheen? Nee, dat is niet. Dan denk je van ik heb een hond. Nee, dat is niet zo. Het is wel. Ik zeg, het fijne van de hond is voor mij dat ik hem uitloot. Ja. En iedere dag, dat ik iedere dag ga wandelen, dat ik lui tegenkom, wat ze ook net zo straks ook zei. Mm-hmm. En dan blijf ik het staan, de kallig het mee en zo. En dan nu kallen ik altijd over het voetballen. Ja. En dat is, vind ik ook ongelooflijk, ook hier, ook iedereen die je tegenkomt, dat begint over het voetballen te kallen. Maar... Heb je daar niets genoeg van? Heb ik wel een tijdje niet over kunnen kallen met sommige dames, het zwaar. Dat nu dan te lang doorgaan, wie erg en zo gaat. Ja. Ik denk immer van, ik ben 76 jaar, dat is punt 1. Mm-hmm. Punt 2 is van, ik heb, ondanks dat ik maar 4 jaar heb gevoetbald, in betaald voetbal. Yeah. Alles bereikt wat ik wil bereiken. Gewoon natuurlijk wel de beste speler van Nederland, dat hoorde ik ook nog. Yeah. En toen kreeg ik een paar geweldige aanbiedingen van het buitenland. En dat heeft me toch wel lang scheef gezet. Dat niet is doorgegaan? Dat het niet is doorgegaan, ja. Want wat voor aanbiedingen waren dat? Wilt je dat vertellen? Ja, ik heb toen gehad Feyenoord. Dat was, toen word ik het liefste heer. Ja. Feyenoord. Ik had Anderlecht. Mm-hmm. Die boeide het meeste zelfs. Ja. En ik had naar Italië kunnen gaan, naar Genua kunnen voetballen. Ja. En daar waren met, daar speelde de zachte tegen mij van, wat ging. Of waar een andere man dan, die zag wil, ga ik toch even voetballen. Hij kan zorgen dat ze daar kunnen gaan trainen, nu alvast. En, hey Gerry, hallo. Annie, goed? Alles goed, hè? Ja, meestal is goed, jong. Ja. Lekker aan de wandel? Ja, zeker, ja. En ik moet een beetje vertellen, ik ken dat. Allee, goed. Hoi, Neger. Ja. Dus ja, goed, dat heet dan en wel... En Italië, en die zei gewoon, dat was heel goed, dat was heel, confronterend moet ik zeggen, maar dat was heel erg fijn. Ik verspeelde tegen Bayer Leverkusen, Vriend Schappelijk, vervolgd met 5-3. Maar ik maakte 2 golen en nog keurde me nog 2 golen af, met keurners, met kuppen. Hmm. Je hebt wel een Dutch scheidsrechter, zeg ik altijd, want ik heb ze toch gewoon erin. Maar het was Vriend Schappelijk wedstrijd. Ja. Zo. En er waren die mannen die waren komen kijken van de speler van Leverkusen op te halen. Ja. En na de wedstrijd zag hij zo van, mag ik even praten met de nummer 10, de kleine jongen. Ja, ze de trainer, ga maar. En toen zagen ze van dat ze, Ger houden dat ik naar Italië kon voetballen. Goed. En weten ze de andere jongen lieten ze vallen eigenlijk. Ah, die van Leverkusen? Ja. Maar zoiets is het dus niet gekomen? Nee.
Nee. En dat waren het die lastige om het daarover te hebben? Dat was heel lastig. Ja. Ja. Maar nu heb je daar wel vrij met? Nu heb ik heel... Ja, ik heb... Daarom ik denk altijd van... Ondanks dat dat gebeurd is... Ja. En hoe het ook nog over ja. En ook heel moeilijk heb gehad. Mm-hmm. Kan ik wel zeggen van dat ik... God dankbaar ben dat je toch nog zo'n fijn leven hebt. En ja. Nog steeds zo. Zeker. Ja, met de hond en met de vrouw. Met de hond en met de vrouw. En ik ben... En ik film me nog heel goed. Ja. Dus ik heb me nu eigenlijk omdat ik met die ging wandelen, nu een knijkers weer moeten omdoen. Maar, omdat je dan weet dat ik zeker een oerwandel heb gemaakt. Loop ik te snel of niet? Nee, ik loop normaal loop ik nog wel een beetje aan. Oh. Ja. Dus ik ben eigenlijk te traag? Nee, best niet te traag. Nee. Maar even nog, want na die voetbalcarrière, ja, gewoon. Ja. Je wordt ergens in de 20, meen ik, hè? Ja, 22. Dan zet dat dus nog een heel werkend leven. Ja. Veug. En je bent kapper geweest, hè? En dan ben ik kapper, ja. Had je toen al een hond, toen je kapper was? Nee. Oh, nee, niet? Nee, nee, oh, nee. Nee, nee. Deze is echt pas later gekomen? Deze is later gekomen, ja. Want wie zit je getrouwd? Ik ben getrouwd op 16 januari. Ja. 1967. En toen zijn de eerste hunden in je leven gekomen? Ja, ja. En wie gaat zo gaat? Want de vrouw ja. die wou hier een hond. En, ja. Vind je dan nou wat voor een soort hond? Of? Nee, mij maakt het niet doen. Ik wil alleen geen de grote. Dat was het enige. Dat was het enige. Dat ik, geen houdemmings. Ik niet aan koos met zwaren. Ja, ja. Dat wil ik niet. Want hun kennen natuurlijk als ik in een bokser gespakt ben. Dat had ik metgekregen van een oom van mij, van een broer van de man. Dat had een bokser. Ja. Als hij de snapte, dan was ze pech. Maar dat hebben ze toch ook een beetje zelf in de hand? Van ja, wie ze ja, tuurlijk moesten dat ze zelf in de hand. Dus ik heb nu ook zeg maar met steffers. Ja. Sommige mensen hebben die toch goed onder controle. Ja. Maar er zijn er ook bij, ja, die nemen het net zo nauw. Nee, maar ja. Dan ligt het eigenlijk toch dikster meer aan het baasje als aan de hond? Ja, ja, zeker. Ja. Toch? Het is, dat ligt eigenlijk altijd aan de baas, als ze hem niet onder controle hebben. Ja. Ja. Vind je er ook... alle hun leuk, want dat hebben sommige hondeneigenaren. Ja, eigenlijk ja. Alle hun, ja niet alle, nee, specifiek nee. Alle, maar die hebben wel eens een hond zien van, nee, ja. Even leuk, even kieken of even aaien ja. Of gewoon. Ja. Heb je dat ook? Ik heb dat meer met, alleen maar met kleine rassen. Moet dus, ik wel zeggen. Bijvoorbeeld als nu een herdershond die ze komen en dat is ook oversteken en ik zou moeten aaien, ja. Dat doe ik niet zo graag. Ah, oké. Okay. Dat is geen angstig. Maar, dat is gewoon omdat je niks hebt met groeten hun? Nee. Of is dat ook een beetje een angst? Of? Angst is dat gewoon. Ja? Ja. Dus eigenlijk alles wat onder de knie is, dat vind je leuk? Ja, dat vind ik wel aardig. En als het boven ja. De knie is, dat is dan een beetje... Dan wordt wel een beetje... Maar je zag je zus wel die flatcoat retriever aan. Ja, ja. Nou, dat is ook een groeten. Ja, ja, ja. Maar dat ken ik. En dit is bij de lup ook dikker. Want die vrouw die zit lup ook dikker was een beetje weer doorsteken van samen over. En ook met, maar dan weet ik het. Ja, ken ik ja. De hond, als je de hond maar ken. Oké, okay, en dat geldt ook met die vriend, met die herder. Dat zien ja. Ze ook niet goed op, maar dat is een leuke. En dan... Zeker, maar als ik het ken, dan is het niet zo erg. Maar dus, ik ben altijd een... bang voor. Ik ben bang, een bang mannetje ben ik. Ik ben voor veel dingen. Bang en zorg. Ja? Ja. Ik ben ook bang als ik het s'avonds gewoon overdekkend alleen wandelen. Ja. He? Met hem, dan moet ik hem goed laten. En dan kent de vrouw soms wel eens neemt met. Ja. En dat vind ik akelig, vind ik dat. Wat vind je akelig? Dat Geer alleen op straat zit of dat de vrouw alleen thuis is? Nee, dat ik alleen op straat ben. Ja. Dus je wandelt eigenlijk liever in de zomer s'avonds? S'avonds, dat is prachtig. Maar in de winter hoeft het niet zo per se. Maar wie niet maakt je dan de laatste ronde? Ik ga, s'avonds loop ik om 7 uur. Ja. De laatste ronde. En in de zomer? Maar in de zomer is het gewoon 9 uur. Ja, ja, precies. Ja, dat is dus angst, dat is een heel ander gevoel. Je past nu een beetje aan het dagje. Ja, zeker. Ja. Ja. En Boyke vindt het allemaal maar prima. Maar ik ga niet van dat je gaat wandelen en wordt dan heel duister is. Hier lopen we ook dikker, het s'avonds hier. Maar niet zo groot als nu, ook een kleine ruimte. Want dit is, hoe zien we nu aangekomen? Dit is de Leeuwenbroekerweg. Oké, en nu zien we vooral weer de buurt van... Dit is de Kollenberg. Ja. Hey, rechts, ja. En dit is, wat is dat? Die nemen ze uit. Ja. Hier richting het centrum, gewoon vrij nu weer. Hè? Het centrum is graag door. Ja. Ja. Maar nog even terug naar die angsten, want je weet het dus wel van jezelf. Ja, ja, weet ik. Je zegt dat, ik ben een bang menke, maar een beetje lachend, maar er zit wel een kern van woorheid in. Ja, zeker. Want
Ik heb ook zeker nooit ruzie. Maar is dat altijd al zo geweest? Altijd. Ik heb nooit je ogen op het voetbalveld. Ik heb 4 jaar gevoetbald in de Eredivisie dan. Ja. Maar ik heb ook gevoetbald nog van tevoren, met 15 jaar, in de eerste elfte van Almania. Ja. Ik heb nooit een waarschuwing gehad van de scheidsrechter. Maar als bijvoorbeeld een andere speler, want dat is dus ook op het veld. Dus van die intimiderende spelers die gewoon even aan een shirt hangen, even op de tienen stonden, even die fluisteren, je hebt een oer. En die waren heel vervelend. Ja, en wat maar dan leed ik ze gewoon geweerd. Maar wat je dat dan van onder de indruk? Had je dan, zijn de zak van wat? Wel lastig. Ik heb het ooit gespeeld tegen Guus Haag in Feyenoord. Dat was een speler van Feyenoord, een speler in de Kuip. En die begint aan de wedstrijd. En hij moest me uitschakelen, dat is heel waarschijnlijk. Want hij komt meteen, eigenlijk kom ik dus uit de aftrapkoper naar me toe gelopen. Zo. Ja. En wist mijn tijd dat je mij zag. Nee. Wie ben je eigenlijk? Dus ik denk, was en daar waren ik toch een beetje door geraakt. Waarom? Ja. En speelde je dan nog anders? Moeilijke wedstrijd gehad tegen hem. Ja, zeker. Dus eigenlijk, als tegenstanders dat hadden geweten van... Ja. Ik kost een beetje intimideren. Ja. Dan waren ze mekelijker geweest. Ja, dan waren het lastiger geweest ook. Maar ja, meestal lossen je het wel op. Voetballend, hè? Ja, zeker. Ja. Maar, je gaat dus... Vond hij je over? Ja. Je gaat dus eigenlijk, laat ik het anders zeggen, je zit eigenlijk een beetje confrontatie vermijdend. Vermijdend, ja. En dat is de hondenachtzening. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Overal boeren en het tegenkomen, een grote hond, dan loert er neer of heelt zich rustig. Of... Ja. Daarom, dan trek ik hem nog mis de vanavond. Nou, maar de vrouw van mij, die deed dat niet, die leert op je een geweer. Ja. En dat is beter dat ze die zieren deed. Maar ik ben altijd bang dat een andere hond hem snapt. Ja. Dat is echt een... Dat is eigenlijk de uitkomst van het verhaal is van... Hallo, hoi. Als ik een ander hondje heb, dan is het snappen. Ja. Dan heb ik hem zo vast. Ja. Zo. En dan laat ik hem zitten. Zeg ik wat er moet gaan zitten. Ja. En dan is het rustig. Ja. Maar hoe komt die angst vandaan dat hem gaat zo overkomen, de hond? Ja, dat zou ik toch wel heel erg vinden. Hoe komt die angst vandaan? Ja. Ik meen een van als een hondje pak dat er mij doorbidt. Dat er mij kapot bidt, weet je wel. Daar ben ik zo bang voor. Maar, en dat gebeurt binnen nooit, hè. Dat gebeurt. Nou ja, het is tot nu toe al 5 jaar groot gegaan. Ja, al heel groot gegaan. Ja. Nee, maar is dat dan ingegeven door een soort idee dat het echt mis ging gaan? Of de angst om een kwiet te raken? Dat het mis ging gaan, dat ik kwiet raakte, ben ik. Nu, en vooral hij is zo braaf. Hij is eigenlijk in de chat van een hond. Voor mij dan tenminste. Ja, en voor de vrouw, voor ons allebei. Hij is zo'n leuk mannetje om een hoest te hebben. Ook als de kinderen naar ons komen, veel. Ja, die kennen met een hond door wat ze willen. De hond vindt alles goed. Nu komen er aan de verte komen twee hun aan op heuphoogte. Ik kan niet zo goed zien, zien dat lang. Ja, die zijn wel iets groter als deze. Maar heb je dan nu al angst? Nu zal ik wel, als ik alleen naar word. Gewoon dus, dan loop ik hier. Zo. Maar ze zoenen die hun kieks, die zijn toch heel rustig? Die zijn er rustig, ja. Maar toch had je dan aan de kant? En dan kon ik toch aan de kant, ja. Ik bleef hier niet lopen doen. Ja, oké. Okay. Goeiedag, dames. Hallo. Zo, nu is het hondje door niks. Nee. Maar dan vind ik dat toch... En raar. Krijg je dan wel eens de reacties op? Nee. Zo ik zeg het ook gewoon dikker tegen jullie. Ik zeg het ook eens te zeggen van... Waarom wil de date niks? Omdat ik ook... Zeg, ja, zeg het zijn hun. Ja. Dat is altijd een soort onvoorspelbare factor, boegeer van hoe het gaat, van het kind gebeuren. Het kind gebeuren, dat is hem, ja. Maar is het dan alleen de angst dat hem gaat overkomen, of is het ook het feit dat als het zou gebeuren, dat je jezelf dat koelijk zou nemen? Ja, ik zou ook dan niet weten wie ze van eind krijgt. Daar ben ik te bang voor. Ja, maar dus, je zou dat kunnen denken. Ja. De meeste hun, die vinden dat wel leuk als ze een andere ontdekken of ze kieken heet. Laat ik het zo zeggen, laat ik het anders zeggen. De meeste ontmoetingen gewoon goed. Ja, dus het eigenlijk 99% gaat goed, zeg maar. Ja. Ja, zo is het gewoon. Maar dat is, toch blijft toch angst aan het uitgangspunt. Angst blijft toch, ja. Ja, ik heb ook andere als mensen onder elkaar ruzie kregen, dat vind ik verschrikkelijk. Daar kunt je niet tegen? Kijk je niet tegen. Nee? Nee. Nou, wat gebeurt er dan met u? Ja, als ik dan kijk, dan bel ik
politie bel ik dat niet weer. Nee, oké, okay, maar... Dus waarom maar... Nee, maar ik vind het erg dat... Ik heb eens een keer een gevecht gezien met oostvuur. Ja. Dat was verschrikkelijk geworden. Ja. S'avonds. Dus, met de nu gaat dronken en ja. Zo gaat. En dan denk ik, god, mijn jaren niet. Hè, maar wie agressief dat mensen dan kunnen zijn. En dan ook nog niks vragen. Ja, ja. Ja, dat is... Maar... Die vrouw die kan ik ook met doen. Dat is een klein hondje. Hoi, hoi. Maar dat is een brave. Bij zo'n hond, want dit is echt dat is de grootzoon van Zittert. Ja? Ja. Maar weet je wat die al die tijd ze doen? Normaal deed ze in een leeuwenkrans om. Ja. Dat is geweldig. Als ze nu slopen dan, dan denken ze, oh, wat een prachtig beest. Ja. Ja, joh. Dat vind ik wel. Maar toch, blijf je dan liever aan deze kant van de stad? Ja, gewoon niet toch. Nee. Terwijl ze hem ongelooflijk onder controle uit. Ja. Ze had hem echt, dan moet je doen soort... Zet zo, door vuur daar met zijn oogst in de gat. Wat is dit voor een hond? Ja, ik weet het. Maar dat is een hele grote, hele echt heuphoogte, ja, bruine... Ja, zeker. Ja. Ook een beetje statig. Ja, zeker. En hoe je dat dan loopt. Ja. Maar wil je nog even over wat je zegt? Ja. Ik kan er slecht tegen. Is luierhuizen ja, hebben, dat vind agressie. Ik, ja. Ik ben bang dat ik met mijn hond gebeurt. Ja. Loert je dan wel naar niets? Ja. Want dat is ook een hap. Ja, kijk. Ja, opsporing verzocht. Dat zijn programma's die ik altijd kijk. Maar daar word je toch niet vrolijk van, denk ik? Nee, maar dan denk ik... Je moet toch even kijken. De beste blie oog, dat werd het opgelost. Dus. Ah, op die manier. Dat is, hè, dan denk ik van ongelukkig. Hé, hey, en wie heb je dan de afgelopen jaar, want jij bent natuurlijk een echte fortuna-man. Ja, ik ben een fortuna. Wie heb je dan de afgelopen jaren, eigenlijk nu gaat het heel goed, ja. Maar daarvoor heeft die club... Op een valde gestoond? Ja, het was mijn kans. Wie heb je daar nog gekregen? Gunnet komen. Als Gunnet was gekomen, dus de Turkse directeur of de Turkse baas, ja. Dan hadden we niet meer bestangen, denk ik. Maar wie heb je daar, met welk gevoel heb je daar de afgelopen 10 naar gekeken? Ja, lastig. Dat ze dacht van god, dat het niet ging. En dat het wordt niet beter. Mm-hmm. En nu is het ineens beter. En het was een vraagteken voor mij zo. Maar wat de bedoeling ermee is. Ja, maar nu is het elftal is fijn, vind ik. Ze hebben een groot elftal. Ja. Toen heb je het nu gehoord. Hè? Ja, ja. Wie lang? Nou ja, je kunt ook zeggen, je geniet er nu van. Je geniet er nog van. Nu ben ik, zit ik ook te huren. Ik heb de laatste keer een paar keer gewoon gehuurd aan de televisie, wie de scheidsrechter aanvloed, dat ze weer wonnen. Van blijdschap? Van blijdschap. Gewoon, echt. Maar je zegt wel... Zo ben ik voor de club. Ik ben heel erg voor de club. Ja, en het ergste wat ik ook fijn doe, wat nu in deze coronatijd gebeurt allemaal, dat ik gewoon niet naar trainen kan gaan kijken. Ja. Hè? Dus dat is... En, dat vind ik jammer. Vind je dat erger dan niet naar de wedstrijd gewoon? Ja, het oog... Een wedstrijd zoals je op tv kan ik zien op televisie, ja. Ik heb de wedstrijd zien, toch. Maar ik zou gewoon naar de training komen. Maar wat is het erge van de training missen? Is dat het feit dat je niet bij de club kunt zien? Ja. Of mis je de aanspraak en de herkenning? Ja, nee, dat heb ik niet zo erg. Maar ik vind het erg dat ik niet kan gaan en dat ik dan kan kijken. Wat ik vind van die spelers is dat ze een trainer zijn. Op die manier? Die manier eigenlijk. Ja, ja. Wat... dus eigenlijk dat je nu niet het volledige beeld van een speler dat heb ik niet. Want zo kijk je dus nog altijd naar voetbal? Altijd. Je kijkt niet alleen naar de wedstrijd, maar je kijkt wat deden de speler, wie functioneert, wat is de paasnauwkeurigheid. Ja, dat is wat wie Telegraaf ook moest doen. De beste speler kiezen van de wedstrijd. Ja. Ja, goed. En dan kom je soms wat andere spelers dan erin. Ja, zeker. Ja. is ook zo. Maar wat me opviel is, dan hebben we het erover, en Fortuna gaat nu goed. Ja. En dan zeg je toch, zolang het doort. Ja. Dus er zit eigenlijk in alles wat je metmaakt of ervaart, zit altijd een soort... twijfel van, maar het kind nog mis gewoon, met een hond. Ja, nu, zeg maar, nu nee, met Fortuna gaat het nu niet mis, dit jaar niet. Hè. Nee, oké, maar... Blijven ze in de Eredivisie. Maar je zegt wel van ja, zolang het doort. Maar het is moeilijk om een groot elftal te houden, omdat het kost natuurlijk nog heel veel geld. En de witsgewin van degene met de beste portemonnee, die stond nog bovenaan. Ja. Dat is gewin met voetbal. Dat is zo. Ja. Ik ken geen en een zoon. En ik ben een echte Limburger. Ik ben nog erg voor de... Limburgse klogen ben ik. Ja? Venlo, Fortuna, MVV en de Roda.
Ja, goed, die gun ik allemaal het beste. Dus als alle Limburgse clubs winnen, gisteren dan is dat erbij. Gisteren heb ik ook naar MVV gekeken en ik vond dat ze het goed deden. Dus. Dan loert je dus 90 minuten na ja. Eerste divisie voetbal. Ja, klopt. Ondanks dat je eigenlijk een groen ja. Geel hart hebt. Ja, ja, ja. Kijk loert je toch naar, en ik had ja. Vandaag ook ja. Weer naar Roda kijken. Ik ga niet bijvoorbeeld naar Emmen kijken tegen Groningen of zo. Ja. Dan kijk ik niet. Maar als nee. De Limburgse ploegen speelt, dan kijk ik. Wat is dat? Hoe komt dat vandaan? Ja, ik ben blij dat ik Limburger ben. Dat heb ik als, ja, en dat was, vroeger was dat moeilijk. Ik weet gewoon, de komst is gauw in Nederland zelf al als een Limburger was. Want? Want dat was allemaal Ajax en Feyenoord. Hè. Ja. En dat was misschien PSV of Den Haag of vergeet. Ja. Maar als Limburger moest je toch wat extra presteren voor de bieten komen. Ja. Maar ik heb me geen Limburger gevuld, ik heb me in Amsterdammer gevuld. Ik was meteen groot met de Ajaxide. En dat komt toch door Sjaak Zwart en ook door Cruijff komt dat eigenlijk. Die hadden u meteen en Piet Keizer. En onder Piet de vleugels Keizer, genomen. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Hé, hey, maar ik ben eigenlijk voor alle Limburgse clubs. Maar, ja. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Als Fortuna nee. Tegen een andere Limburgse club speelt. Ja, dan ben ik voor Fortuna. Okay. Dus gaat, nee, dat is duidelijk. Ja, dat even duidelijk dan ben is. Ik voor Fortuna. Eigenlijk mag je de Limburgse clubs van alle andere clubs winnen. Behalve van Fortuna. Oké. Okay. Ja, ja. Zo zit het wel in één. Heb dat nog even duidelijk gehad? Ja, 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 zeker. Ze is er ook. Oké, verlaten het voetbal even voor wat het is. Even terug naar corona en de persoonlijke situatie. Kijk, deze podcast is dus al een tijdje geleden opgenomen, maar en liet wel zien wie Willy met deze pandemie omgaat. Ik heb één dochter wonen in België. Ja. Die heeft nu, ben ik zo blij om, via een arts, via een dokter, heeft ze nu eindelijk klaar gekregen van dat ze maandagmiddag om 3 uur bij ons is. Oké, okay, want hoe lang heb je die dan al niet gezien? Meer dan 1 jaar. Zo? Ja. Dus dan, ja. Dan is het. Dan gaat dat dadelijk toch wel even... Het is de laatste keer bij me geweest, toen was ik jarig. Toen word ik 75. Toen Maurice vorig jaar bij u is geweest. Ja, klopt. Ja. Toen was alles nog anders. Och, jawel, dat was ongelooflijk. Ja. Dat was net voor corona. Het was ja, 29 januari. Ja, precies. En dat is in februari meert, is dat? Ja, bewoos. Ja. Ja. Dat zeg ik er altijd van. Als ik wie jarig werd. Je hebt een ongelooflijke verjaardag gehad. Als het gezin... Op internet ogen, ja. Ongekend. Telefoonkens, ik koos naar de weg toe. Ja. Maar ja, dus ik had ook een fijne reportage toen met Maurice van ik. Ja, was, met de vlooi. Ja, ja of met, de, tour, met de vlooi. Ja, 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 met die prachtige foto. Ja, klopt. Was... Hey, en Geer zit dadelijk natuurlijk heel blij dan als hij en zijn dochter langskomt. Wie reageert Boyke dan? Is hij even blij? Nee, ja, och ja. Dat is hem dan zo. Dus... Hey. Hij is een hele paar mensen, vind ik. Zou je kunnen zeggen dat dit de fijnste hond van ze allemaal is? Of mag dat niet dit zo? Is de fijnste hondje. Ja? De vier hebben gehad, is dat de fijnste hond? Dat durf je gewoon zo te zeggen. Ja, klopt. Ja. Dat is niet vervelend. Nee. En de vrouw vindt hij dat ook, denk ik? Die vindt het ook, ja. Maar de vrouw was ook heel gek met Ernie, met de Kurnter hier. Die wordt nog even samen ja, geweest, klopt, even, ja, 5 jaar zijn ze samen geweest. Ja. Ja. Maar goed, hier is dus pas 5, hè? Hij is 5. Ja. Is hij trouwens, kreeg je op zijn verjaardag, krijg je dan geen extra's of niet? Nee, dat doen we niet, maar of toch. Ja, Shani deed wel dikker van een schat. Het is toch een beetje een baby. Ja, ja, zeker, ja. Ja. Maar krijgt zo af en toe al geen lekkers? De hond eigenlijk van verzullen, och, het is ook typisch, ze eigenlijk geen slijven. Als ze van ons weggaan, en dan blijven ze alleen. Dus dat is heel weinig gebeurd daar bij ons. Dan, ja, dan kijk ik verstok allemaal en zo van toch niet met nemen. Dat is zo raar. Vult u schuldig als je weg zit zonder hond? Ja, dat, ja. Ik gewoon niet bijvoorbeeld naar Ingrid, mijn oudste dochter, die had wel een hond. Als we naar België kennen, we naar Beringen is dat. Dat zit toch een 60 kilometer hier van hier zo. Ja. En als we dan daar, dan nemen we met. Ja. Maar die hebben ook een hond. En... Ik laat van ze los en die lopen zich kapot, lopen die ze. Maar laat je hem heen wel, ja niet hij in de binnenstad, maar nee. Stel je wat naar een bos of naar een akker, ja. Zou je hem dan loslaten? Nee, de vooral. En is dat uit angst dat er weggaat of uit angst dat hem gaat overkomen? Dat hem gaat overkomen, daar ben ik bang voor. Ja? Als geen hond er laat, dan laat ik hem los. Maar van hoe net ze gelopen zijn bij de Gemma.
Ja, met zo'n door. Bij die kapel daarachter. De lauwe die ging normaal los. Ja. Maar dan heb ik twee balletjes bij me. Dat er altijd truck komt. Dat er altijd gaat pakken en dat er die truck brengt. Ja. Ja, dat doe ik wel. Maar je hebt niets aanstal te maken om weg te scheten? Nee, dat deed er. Dat lukt de ganse tijd zo. Ja. Beetje snuffelen, beetje ja, kijken. Ja, ja. Plasje hij en daar af en toe ja, op de vuurpriegel staan. Ja. Ja. Zeker Willy. Ja, jong. Want we zien nu weer bij je flat. We hebben ja, we zijn weer. Ja. Lekker stukje gelopen. Wat, ja. Wat gaat Boyke nu doen de rest van de dag? Als ik naartoe kom met hem. Dan laat ik nu weg, weer los. Het is om 12 uur denk ik ongeveer, 11:30. Als ik nu met hem ga, dan zal het 3 uur zijn. Heel even. En dan gaan we s'avonds gewoon met de vrouw samen. En voor de rest gaat het nu lekker liggen? Nu gaat het dus nu stil. Ja. Boyke. Boyke. Kom eens. Kijk eens hier. Kom eens even kijken. Dus, ja. Hé, hey, we zijn een brave. Ja. Ja, en dan maakt ze ook geen lawaai? Nee, deed er nooit. Hey, en deed er acht trucjes of niet? Nee, nee. Geen pootjes? Pootje geven deed er niet. Dat hebben we nog niet geleerd. Nee, hey, maar alleen zitten. Ga eens mooi zitten. Ga eens mooi zitten. Boyke, ga zitten. Zitten. Hij vindt dat wel goed geluid. Ja. Hij is er klaar met. Ja. Willy, dankjewel. Hè. Graag gedaan. Je luisterde naar De Hond in de Podcast van L1. Meer podcast via l1.nl/podcast.